hem al op en neer gered. Goedemorgen. Welkom bij de VOM. En mijn, welkom bij de VOM is eigenlijk een beetje een, dat is vandaag een beetje ondergeschikt nieuws, maar jullie hebben een compleet nieuwe naam, compleet nieuwe stijl, ja. Nieuwe kleuren. Ja. En de Chocolate Lovers, nou, die kennen we natuurlijk al. Dus vertel, hoe zit dat? Want, jullie zitten hier al 4 jaar, ja. Volgens mij. Dat was in november 2014, zoiets, dat jullie openden. Ja, nou, dus oktober 2014. Oktober, nou ja, maar dat is dus inderdaad gewoon 4 jaar. Ja. En het was altijd Buddies, nu is het Chocolate Lovers. Leg uit. We hebben het geprobeerd 4 jaar lang met Buddies en dat is niet gelukt. En we kregen een aanbod om samen te gaan werken met Chocolate Lovers. Dat hebben we beide al aangenomen. Ja, en dat leidt tot allerlei veranderingen. Want ja. Het eerste wat mij opvalt als we binnenkomen is het opeens veel meer licht. Want jullie hebben de achterkant geopend. Ja. En die trekken we erbij. En dan gaan we cadeauverpakkingen doen en thema's zoals Sinterklaas en Kerst en Pasen. Gaan we het helemaal vol inrichten. En ja, dat moeten we nog allemaal gaan doen. Het is een beetje druk geweest, een beetje hectisch om in 2 dagen... Ja, want jullie zijn zaterdagmiddag gesloten en dan alles doen en restylen. Ja. En jullie hebben het ook behoorlijk aangepakt toch wel? Ja, het is aardig wat hebben we verzet met veel mensen. Dat vinden we ook hartstikke fijn. Chocolate Lovers hebben ook heel veel geholpen. En die hebben we ook geregeld. Ja, Risa staat er ook, hij is de enige met een oranje shirt. Ja, als het was geweest, zal het altijd blijven. En wat mensen vertelden ook eens wat, want de samenwerking... Want, we werkten al samen met elkaar. Ja, precies. Ze maakten al dingen voor ons, omdat ze dingen niet zelf maakten. En daar waren we allemaal tevreden over. En de chocola zal nu allemaal van een iets hoger niveau zijn. En de formule die hun hebben, die hebben wij nu ook. Maar om het heel plat te zeggen, zijn jullie nog eigen baas of zijn jullie in loondienst? Ja, wij zijn helemaal eigen baas. Precies, dus als jullie wat verkopen gaat het ook gewoon naar jullie, maar ook iets naar de goede doelen van... Ten eerste omdat we het al daar kopen natuurlijk. Ja, dus het is eigenlijk gewoon een combinatie. En als het dan gaat om het aanbod, want ik zie bijvoorbeeld deze en de macarons, die hadden jullie al. Ja, maar die deze hebben jullie nog ook steeds. Oké, die komen daar. Oké. En zijn er dan andere dingen nog veranderd? Behalve dan de verpakkingen en zo die je nu achterin doet? De hele nieuwe lijn van de bonbons. Dat is nieuw. En eigenlijk alles wat je achter ons ziet. Okay, dat... Van de repen, de zakjes, de repen met toppings, hier met de noten. En we hebben hier allemaal repen, de chocoladetegels, die hadden we inderdaad ook al, die hebben we nu weer. En we hebben hier ook repen vanuit het chocolademuseum. En ook van de hele wereld vandaan, de repen. Maar dat is dan voor jullie ook wel weer even van, wat hebben we allemaal voor nieuwe producten? Dat ja, ja. absoluut. Ja. En de thee die hadden we al, en die... Ja, die is er nog steeds. Die blijf je er gewoon bij doen? Ja. Nou, die zijn er echt tevreden over die twee. Ja? Ja. Ja, nou, dingen die succesbol zijn, moet je houden. Kijk bosje bloemen. En in de achterruimte, want ik zie daar ook een tuin. Is die tuin, kan je daarin? Of is dat... Daar zouden we in kunnen, maar die is van de verhuurster. Ja, dus dat... Dat kunnen wij dat is, niet dat is niet de bedoeling. Maar het is wel een mooie tuin. Ja, het is een hele mooie tuin. Kijk eens op de geren. Ja. En daar hebben we de hond. Hoi, goedemorgen. Dat is Buddy. Is dat Buddy nou? Ja. Dat is Buddy van Buddy's Lekker Nijen. En wat vind jij ervan dat je naam is verdwenen? Ja, hij zelf. Nou, hij kwispelt erom. Ja, precies. En is er nog iets veranderd in openingstijden, dat soort dingen? Ja, we gaan tegenwoordig om 10 uur open, maar wel tot 6:30. Oké, en dan 6 dagen de week? Ja, maandag tot en met zaterdag. En op koopzondag zijn we open. En op vrijdag of zaterdag zijn we dan tot 5 uur open. Oké, nou, dan wist ik jullie heel. Of hebben jullie nog iets van toe te voegen? Nog dingen van let hier even nou op? Nou ja, we willen hierbij iedereen die 4 jaar lang vertrouwen had in Buddy's Lekker Nijen bedanken. En hopen ze natuurlijk vanaf nu bij Chocolate Lovers exclusief te verwelkomen. Ja, dus. En jullie hebben ook een nieuwe Facebookpagina. Zo, ja. Dat is, ja. Die heet ook gewoon Chocolate Lovers Exclusive in Middelburg. Ja. Ja, daar zal ik ook nog naar linken. Ik wens jullie veel succes en bedankt voor de ontvangst. Dankjewel.